Lago Azul, gelegen aan de kust, 300 meter van het Playa de los Cangrejos en op 3 kilometer van de hoofdstad Santa Cruz. In het noordwesten van de Canarische archipel is het eiland La Palma, ook wel bekend als Isla Bonita. Het Lago Azul appartementencomplex beschikt over een solarium uitgerust met 2 zwembaden. De klusjesman, zoals hij zichzelf noemt, spreekt Nederlands. Altijd handig. Ja, buenos dias, señor. Buenos dias. Waarom werkt u zo hard? Ja, ik werk zo hard omdat mama Nel volgende week komt. Oh, wat leuk. Ja, ik weet het ook. Echt speciaal, hè? Ja. En wie bent u? Kunt u vertellen... U doet hier alles? Don Rafael. Don Rafael. Ja. Zie. U bent een hardwerkende man. Ja, ik ben de klusjesman hier. Ook de klusjes van Lago, hè? Ja, Lago Azul. Hoe lang werkt u hier al? Lang, 5 jaar zoiets. 5 jaar? Ja, maar ik heb altijd in de bouw gewerkt. Oké. Okay. Ja, en maar die bouw is failliet, hè? Ja. Hier in La Palma? Of? Ja, en ik denk ook in Europa, hè? Ja. Die mensen hebben veel geld ingezet, maar nu is er geen werk meer. Hè? Nee. In de bouw veel werklozen. Ja. Maar ik heb geluk dat ik in een Lago gekomen ben. Hè? Ja. Ja. Zeer beroemd. Zeer beroemd. Ja. Nou, dank u wel voor het interview. Ja, oké. <Okay. laughs> Hola, señor. Moet je trabajar? Sí, moet je trabajar. Se muy bien la Lago Azul. Sí, bien. Sí. Perfecto. Ah. De appartementen hebben een slaapkamer, een woonkamer met slaapbank, kitchenette, koelkast, keramische kookplaat, een badkamer en een balkon met uitzicht op zee.